Yo, mensen! Yo, mensen, ik ben Koen. En vandaag ben ik hier met een fantastische nieuwe video van jou. Geweldig! Voor de mensen die denken, Koen, pas op je poen. Ik kan het niet eens tellen. Geen Koen Kardashian. Ik heb afgelopen 2 dagen niet geüpload, dus zei ik daar geen upload. Sorry daarvoor, ik had het druk. Zo ongelooflijk druk met ik wil te goed gaan naar ikwiltegoed.nl. Als je de goedkaarten wil kopen, koop het. Koop. Het. Als je nu een code koopt en je maakt een account, dan krijg je tegoedpunten. Met deze tegoedpunten krijg je korting op je volgende bestelling. Fantastisch. In ieder geval, mensen. Dames en heren, koeken en peren. Wist je dat Tammy Abraham 1,96 is? Echt lang. In ieder geval, zoals jullie weten, ben ik groot fan van bandana's. En vandaag gaan we video spelen met een bandana, want ik ben ongelooflijk slecht in FIFA. Mensen, besef mijn record. 19-5-15. Kortsluiting. Maar toen dacht ik, wat doen nou alle Fortnite mensen die goed zijn in Fortnite? Die hebben een bandana. Dus wat ga ik doen? FIFA spelen met een bandana. Ik moet alleen even een bandana vinden. A few moments later. Yo mensen, daar gaan we weer. Ik heb een bandana. Ja, het ziet er echt niet lekker dit. Even opzoeken naar een andere. A few moments later. Dit ziet er ook niet uit, hè. Nee, dit kan echt niet. Hebben jullie trouwens al geabonneerd voor deze ongelooflijke quality content? No. Fantastisch. Look at the top of his head. Maar aangezien ik een bandana heb, moet natuurlijk een speler van mij ook een bandana hebben. En dat is niemand minder dan Saint-Maximin. Hij speelt nu bij Newcastle en hij is fucking 20.000 munten voor een 79 rally. Omdat hij een beetje snelheid heeft en skill moves. Mensen, jullie trouwens mijn team zien? Oh, wat een team! Oh my god, wat een team! Ja, dit is mijn team. Het is echt goed, hè? Het is echt een huts team. Het enige nadeel is dat ik ben zo slecht in dit spel. Maar echt zo slecht. Het is te bizar voor woorden. Laat trouwens een duimpje omhoog achter als jij... A few moments later. Staat Matty op de gang. Vraag aan Matty. Wat vind je van een bandana? Staat hij samen met de Ziggo-monteur die mij zo ziet. Mensen, de fitness glitch werkt nog steeds. Laten we gaan spelen. Division Rivals. Dan kunnen jullie zien hoe ongelooflijk slecht ik ben in dit spel. Dat is echt bizar. Maar ik heb nu wel een bandana. Dus op zich zou ik nu... Hij zit niet echt lekker, moet ik zeggen. Ik zou nu op zich moeten winnen. Ja, een goed team. Wat een triest leven, pik. Zit ik hier met sokken aan elkaar gemaakt als een bandana. Het is echt een triest voor woorden. Als iemand nog tips en tricks heeft hoe ik moet spelen. En nou niet met de tips en tricks van FC Glory komen. Want daar woon ik mee samen. Dus als ik tips en tricks van FC Glory wil, dan vraag ik... Wat is dit nou weer? Oh mijn god. Die monteur van Ziggo heeft zojuist het internet eruit getrokken. Hij heeft zojuist het internet eruit getrokken. Oh, dit geeft mij snoen. Oh, hier word ik echt helemaal niet goed van. Minimum potje FIFA. Dan gaan we muntenbonus. Mijn fucking muntenbonus. Ik wil trouwens een kleine shout-out doen. Ik was een paar dagen geleden was ik bij Albert Heijn. Bij de FIFA 20 release samen met Rob, Mark en Sier de Vos. Het was echt zo lachen. Besef, ik ging dus FIFA spelen tegen Rob. Wel Sier de Vos achter ons live commentaar gegeven. Ik wil een shout-out doen naar Albert Heijn. Dankjewel dat ik mocht komen. En ik vond het echt lachen. Het was echt top geregeld. Ik vond het echt top. Albert Heijn, shout-out naar jullie. Dankjewel. Je kan ook FIFA kopen. En als je gekomen bent naar Albert Heijn, het was in Amersfoort, waren we op het 1plein. Fantastisch. Shout-out naar jou. Dat was leuk, hè? Als je het niet leuk vond, het was wel leuk. Het was leuk. Gezellig. Nou, ik ga nu even janken en wachten tot het internet weer doet. A few moments later. Snel de bandana weer om. Mensen, we zijn er weer. Ik moet zeggen, voor een eerste potje met een bandana ging het niet heel goed. Ik heb 3 minuten erover gedaan en ik heb nu wel een DNF. Maar ik moet zeggen, na een maand dat we in het hutshuis wonen, kunnen we nu wel eindelijk tv kijken en internet tegelijkertijd. Dus ja, daar wel dankjewel voor. Oh mijn god, ik moet nog 661 punten voor Weekend League. En het is vandaag donderdag en morgen ben ik weg. Dus vrijdag kan ik niet meer spelen om het te plaatsen. Ik kan waarschijnlijk wel vrijdag nog plaatsen. Maar kan ik dus niet. En straks ga ik naar Feyenoord Porto, wat 3-0 gaat worden voor Feyenoord. Want Luis Sinistrera gaat 3 keer scoren. In ieder geval, de hutsbandana zit goed. Laten we maar beginnen. Ik ben er helemaal klaar voor. Helemaal klaar. Let's go. Dikke vette huts. Dikke huts. Daar gaan we. Oh, wat heb hij een haar? Die gast. What the fuck? Die Saint-Maximin. Wat een haar heeft hij. Het ziet er niet uit, dit. Het ziet er niet uit. Even serieus. Keeper, wat doe jij nou? Oh, man. Oh, echt niet huts. Hoe kan je nou zo'n paas geven over 2 meter? Dit spel, ik kan er echt helemaal niks van. Besef, ik moet Weekend League gaan spelen. Misschien is het eigenlijk beter voor mezelf als ik het niet doe. Maar ik ga het wel doen, want ik ben cool. Trouwens mensen, corners neem ze kort. Want echt, aan lange corners heb je echt helemaal niks. Dat is echt absoluut niet nice. Kijk, aan korte corners ook niet. Maar ja, daar heb ik tenminste ooit uitgescoord. Uit een lange corner heb ik legit nog niet gescoord. MLP, oh. Ah, ik ben echt goed. Oh, goede bal op Saint-Maximin. Saint-Maximin. Tweede paal. Kom aan, kop. Ah. En wat ben je? Boom! Oh! Jongens, dit is mijn jaar. Jullie zien het, hè? Ik ben vol in de aanval. Dit is mijn jaar. Oh, nee. Oh, daar ga ik. Keep het terug. Lekker keep. Easy save. Jawel, makkie. Brenet? Ik speel tegen Brenet. Besef hoe slecht zijn team is vergeleken met mijn team. En ik ben helemaal niet goed. Zeg maar, ik ga het nog steeds verliezen gewoon. Maar had ik al gezegd dat ik dit jaar echt zo slecht ben in dit spel. En dan zou je zien, hè. Als de Weekend League er eenmaal is, dan ben ik echt zo goed. Dan ben ik helemaal een soort van ingespeeld. Maar ik dacht dat ik heel slecht was. En dan heb ik ook geen lag meer. Maar hier komt Maxi. Man. Oh, mini man. Maxi man. Voorzet. Kom op. Boom.
Ja! Bandana! Yes! Hij doet het gewoon! Ik bellen! Hallo, heb je nog een bandana voor mij? Wereld, wat een kobbal zeg. Lekker, prachtige bloemetjes. Bloemetjes, lekkere bloemetjes. Heerlijke bloemetjes. Lekkere bloemetjes! Die Simmaximum, die is gewoon beter dan Den Belen. Die kunnen normaal opstaan. Hoppakee, daar gaat hij alweer. Hop, hoppakee. Oh! Wat een vieze hutsbal! Oh, de goal! Bandana! Wat een fantastische gozer! Alan San Maximinimismin. Wat een actie, wereld! Ik heb nog nooit zo'n mooi goal gescoord in 24. Überhaupt mijn eerste twee goals die ik score. Oh, ja, lekker goed verdedigen. Ik kan goed verdedigen, ik ben goed. Er was vandaag een nieuwe update en sindsdien ben ik dus blijkbaar goed. Oh, nee! Wat ik echt niet begrijp is dat zij het ook in de bank zit in de video. Waarom mensen oprecht met dit soort dingen op hun hoofd lopen. Maximum en Max! Oh, Maximum en Max! Op meneer Huts. Oh! Oh! Oh. Mensen zijn ook fan van deze fantastische kwaliteitscontent. Laat dan zeker een duimpje omhoog achter. En ben je nou op zoek naar de goedpunten om FIFA points te kopen, zodat je eindelijk genoeg coins hebt om Sint Maximum te kopen? Er zijn twee opties. Of je wacht even twee weken, want dan is je 1k waard. Want die vent, ja, die is 79. Of je gaat naar Ik Word Goed, koop FIFA points. En daarvan ga je packs openen. Lekkere packs. Oh, wat doe ik ook? Wat, dit is zo... Dit is... Ik ben zo slecht, jongen. Het is echt een triest voor woorden gewoon. LP. Boom! Oh, wat een goal! Ik ben zo goed! Wat een wereldgoal! Daar komt hij alweer. Zijn maximum! Oh, maximum, minimum. Hou tegen. Lekker. Mandy, tikkie door op Griezmann. En die bal is weer precies heel erg slecht. Wat is dit nou? Krijgt hij nou rood? Huh? Waarom krijgt hij in godsnaam een rode kaart? Kijk, het kan natuurlijk komen door de Hutsbandana. Het kan ook komen omdat... Wat een... Holy shit, wat een onzin. Oh, kut. Nee, waar ga ik heen? Oh, ik kan bewegen totdat... Ik weet niet wat ik doe. Ah, nee. Hoe, die penalty staat toch helemaal nergens op, gast. Oh, nee, je MVP. Hoe mis je dat? Mensen, de eerste pot is gewonnen. Wat fantastisch gedaan. Wat ben ik goed, zeg. Ik ben zo goed in dit spel. Mensen, ik zie jullie zo. Hopelijk met een blij koen. Daar gaan we zo achter komen. De groeten. Mensen, je gelooft het niet. Mijn stem is weg. Wat een avond voor het Nederlandse voetbal. Ik knoop mijn bandana weer om. Want ik moet nog gaan grinden om Weekend League te halen morgen. Wat zei ik ook alweer? 3-0 Feyenoord. Het is 2-0 geworden. AZ heeft 0-0 gespeeld tegen Manchester United. Wat echt goed is. PSV staat volgens mij 4-1 voor op dit moment. Ajax won gisteren met 3-0. Ik ben helemaal schoor. Dit is mijn tegenstanders team. Ik denk dat ik bijna nog geen één keer tegen een speler niet one to watch en onmele gekomen ben. Want die heeft echt iedereen, die gast. What the fuck? Mijn bandana zit minder goed dan net. Hij zit niet zo lekker hoor. Oh, kut. Oh, ik heb zwaar bijna een corner goal tegen bijna. Kijk, dat kan natuurlijk niet, want je kan geen corner scoren in één keer in dit spel. Maar ik ben dus oprecht aan het twijfelen om gewoon Sint Maximum erin te laten. En gewoon te zeggen tegen Dembele, ja luister, het is leuk geweest, maar je moet er gewoon uit. Ik vind Dembele dus echt niet goed. En die Sint Maximum, die doet het echt lekker. Die geeft hij de bal, nee, was ook helemaal niet hem, maar hij gaf daarvoor een bal. Ja, weet ik, verboeien. Klootzooi. Die ben je toch niet? Hoe dan? Wie is dit? Fabinho. Ga weg, man. Maar ik voelde al dat mijn bandana niet goed zat. Dus we doen hem even zo. Oh, dan gaat MLP. MLP, doe je. Oh, wat is dit nou weer? Ja, ik wist hij gaat afleggen. Nee, zit de keeper nog aan. Zo kom ik nooit in de Weekend League. Ik heb gewoon nog te veel adrenaline. Daar speel ik niet goed. Ja! Yes, lekker Griezmann. Heerlijk goaltje. Yes, net voor rust. Eigenlijk al iets over de tijd. Buiten tijd. 2-1. Griezmann. Lekker. Heerlijk goaltje. Ik dacht gewoon, deze ga ik gewoon schieten. En die vlieg gewoon binnen. Lekker. Kom op. Dit is de tactiek, mensen. Wil je nou in de Weekend League goede resultaten halen? Doe iets wat je om je hoofd kan binden. RLP, schiet maar. Oh, keepertje pakt hem. Pogba, boom. Hangen. Nee. Mandy, boom. Hangen. Nee. Griezmann, boom. Niet hangen. Hoe kan het er nou niet in, Griezmann? Griezmann, je hebt 100.000 afmaken. Hoe kan het er niet in? Dit is echt heel slecht. Dit is echt heel slecht. Gaan we door de fase. Tussen. Gaan, Mbappé. Gaan, ren. Hallo, rode kaart scheids. Geel. Hij duwt me een ander universum in, die gast. Bizar dat dit door de beugel komt. Zo, hallo, scheidsie. Hij had net al rood moeten krijgen, nu weer. Ja, ik krijg rood. Goed zo, terecht. Wegwezen met die fan. Kom binnen. Oh, nee. Mokerman daarna, ik ben klaar met jou. Ik heb verloren, man. Mensen, bandana werkt, maar wel maar tot bepaalde mate. Dus nog wel gewoon geen goals tegenkrijgen. Hij heeft geen schot op goal gehad, de tweede helft. De gek. Mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik ga proberen een Weekend League te halen. Ik moet echt nog zoveel pet. Het is 11 uur. Ik moet morgen om 7 uur op. 11 Weekend League punten. Oh, min 26. Zo mag. In ieder geval hoop ik jullie genoten hebben. Vond je deze video leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Voor het Nederlandse voetbal. Hey! En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Abonneer. Subscribe. Abonneer. Doei. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit ze zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt de dubbel in. Koop BTC, niet voor later een verdubbel in. Zijn koers laag, ben ik erbij en leg ik dubbel in. En laat mijn saldo bouncen, al mijn euro's doen aan bubbel in. Veel plezier,
Veel plezier.